Vastgoed is het middel. Wat ik eigenlijk wilde, wil nastreven is het vrije leven. Uh, niet, niet maar uh, constant 70 uur in mijn bedrijf uh, werken. Uh, en en, en niet bij mijn kinderen zijn. Uh, waarom ben ik vader geworden? Toch niet om, om, om te zeggen op hun achttiende van... Ja, papa heeft keihard voor jullie gewerkt. En, uh, en nu, uh, en nu uh, hier heb je een ton of zo. Nee, je wil gewoon uh, als je op vakantie bent... genieten met je kinderen in plaats van... Want dat had ik nou. Mijn laptopje weer mee en dan ging ik fucking werken op vakantie. Dus dat vastgoed, dat is mijn middel om financieel vrij te worden, net zoals mijn bedrijf. Ja, want dan de meeste vergeten, daar heb ik dan ook uh, met succesvolle ondernemers over die in het vastgoed zitten. Ja, Thierry, je bent een van de weinigen die ook echt dat vrije leven uh, pakt. En jij bent ook gewoon uh, ja, 20 uur per week max aan het werk en je bent aan het vliegen. Want dat wilde je altijd.